Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en vandaag ga ik je vertellen hoe je aan EA Access komt, scoren krijgt op packs en op FIFA zelf. Let's go! Oké, zoals jullie kunnen zien heb ik mijn PlayStation aangestart. Als je op je PlayStation zit, kom je als eerste in dit scherm. Wat je dan doet, kijk, je hebt natuurlijk allemaal al je apps. Maar wat je wilt doen is, je gaat naar de PlayStation Store. Dat is waar je als eerst heen gaat, dus dat is stap 1. Zodra jij op PlayStation Store hebt gedrukt, kom je in dit scherm terecht. Wat is dan de volgende stap? Natuurlijk ga je bovenaan, klik je op het zoekbalkje, typ je in EA Access en tada. Heel makkelijk, EA Access 1 maand kost 4 euro. Als je dat nu koopt voor 1 maand, dan krijg je dus de eerste paar dagen van FIFA krijg jij 10% korting op al je packs die je koopt. En je krijgt natuurlijk 10% korting op FIFA zelf. Maar daar kom ik zo bij jullie op terug. Ik heb het voor een jaar gehaald. 25 euro. Dus dat is 25 gedeeld door 12. Is iets meer dan 2 euro per maand. Dat is niet zoveel. Dus dat is zeker te doen. Je krijgt dus 10% op elke keer FIFA points wat je koopt. Dus laten we zeggen, ja, je koopt 1000 euro aan FIFA points. Kost het je nu 900 euro. Dus kan je een 100 euro extra besteden aan FIFA points als je dat zou willen. Nu is 1000 euro wel een beetje extreem natuurlijk voor een normale FIFA speler. Maar het is een voorbeeld, het is hartstikke chill. En je kan natuurlijk een paar dagen van tevoren spelen. Als jij de Champions Edition of de Ultimate Edition hebt, komt jouw game namelijk de 24ste uit. Met EA Access kan je hem de 19e al spelen. Dat duurt 10 uurtjes, krijg je 10 uur speeltijd op FIFA 20. Ik ga zo vertellen wat ik ga doen op EA Access en wat je wel en niet moet doen. Maar eerst ga ik even laten zien welke voordelen het heeft. Oké, jongens, daar zijn we dan. Zoals je kunt zien, de Champions Edition 90 euro, nu 81 euro. Dus 10% korting zoals ik eerder al had vermeld. De normale editie natuurlijk van 70 naar 63. En deze heb ik besteld van 100 euro naar 90 euro. Dus dan wordt hij gelijk gedownload op de 23ste. Zodat je hem de 24ste meteen kan spelen. En heb jij natuurlijk 10% korting, dus 10 euro korting. En ook heb je 10% korting op alle FIFA points die je in-game koopt. Oké, de voordelen van EA Access zijn heel simpel. Je krijgt 10% korting op FIFA points, etc. En je krijgt 10% korting op het spel. Ook kun je 5 dagen voor de release datum FIFA spelen en heb je een totale speeltijd van 10 uur. Oftewel, je mag 10 uur in FIFA zitten. Dus je kan spelen, je kan traden, je kan draften, wat jij maar wilt. Maar je kan 10 uur en dan sluit het af tot de 24ste. Ook is een voordeel dat het niet duur is. Het is namelijk 4 euro per maand zoals je zag. Als je het nu voor 1 maand koopt, heb je dus die early access en krijg je hem 5 dagen eerder voor 10 uurtjes. Alleen, als je hem voor een heel jaar koopt zoals ik heb gedaan, heb je gewoon het hele jaar door voordeel op je FIFA punten. Dus, wat moet jij dan doen in die 10 uur? Ik ga nu uitleggen wat ik ga doen en dan kun je zelf bepalen wat jij gaat doen. Oké, wat ga ik doen in Early Access? Mijn plan is om in de Early Access alle de 10 uren te gaan streamen. Waarvan een paar uurtjes packs openen, dus zoveel mogelijk coins krijgen zodat ik betere spelers kan kopen in het begin. En natuurlijk zoveel mogelijk spelen, zodat ik zo goed mogelijk word voordat daadwerkelijk het spel uitkomt. Wat kan jij dan doen? Eén ding wat ik zeker niet zou doen is traden in Early Access. Je hebt namelijk maar 10 uurtjes, zoals ik al zei, dan wordt het spel afgesloten. Moet je wachten tot de release dag. Totdat Weekend League begint, dus dat is in oktober, begin oktober, kan jij gewoon traden. Dus daar heb je Early Access zeker niet voor nodig. Early Access is er puur om het spel alvast uit te testen voordat het spel daadwerkelijk gereleased wordt. En om natuurlijk je coins alvast een beetje bij elkaar te krijgen. En gewoon packs te openen. Dus dat is wat ik ga doen. Ik ga lekker streamen. Ik hoop dat jullie bij mijn streams aanwezig zullen zijn. Maar zal vast wel. En jullie mogen zelf lekker bepalen wat jullie gaan doen op die Early Access. Maar ik raad het zeker aan. En dat was alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik denk dat Early Access een heel goed iets is. En dat je 5 dagen van tevoren al 10 uur kan spelen. Dus laat me weten in de reacties of jij Early Access gaat halen. En wie weet
komen we elkaar tegen op de Early Access. Misschien vinden we elkaar in Rivals. Zou leuk zijn. In ieder geval, doe even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat even een reactie achter. En zet je notificaties aan. En dan hoop ik dat ik jou bij de volgende video terug zie. Later.